Bij mij in de studio is inmiddels aangeschoven Milan Scheffer. Yes. Welkom, leuk dat je er bent. Uh, ongeveer een jaar geleden was je hier ook om klopt. te vertellen over jouw uh, bowlingcarrière. Ja, klopt. Uh, er is een hoop gebeurd in de tussentijd. Er is zeker een hoop <laughs> gebeurd. Uh, nou, uh, veel afgezegd door corona. Ja, dus, uh, want vorig jaar september, toen zaten we in de tijd dat alles versoepeld was en er mocht weer van alles. Ja, klopt. Maar dat was maar van korte duur. Ja, klopt. Uh, ze zeiden dat het nooit weer gingen beginnen. En uh, ook uh, dus het EK en alles. Uh, nou, dat is uh, 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 verplaatst en uh, sommige toernooien ook uh, gecanceld. Dus, uh, maar ik mag het nu weer opnieuw proberen. Je mag het nu weer opnieuw proberen. In de tussentijd heb je, heb je nog wel iets gebold in de tussentijd? Uh, ja, uh, Nederlands kampioen ben ik geworden. Kijk, vorig gefeliciteerd. Jaar. Dus, uh, dat, uh, dat wel. Uh, als we dan een toernooi door moesten gaan, was dat het wel. Dus uh, daar uh, ben ik heel blij mee alsnog. Uh, en uh, nu uh, voor het uh, Europese. Voor het Europese kampioenschap. Dat begint dit weekend, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ik ga er morgen heen en dan uh, zondag begin ik echt. Ja, waar is het? Het is een eigen land, het is in Tilburg. In Tilburg, oh, dat is in de buurt. Ja, zeker. ja. Dan zit je daar in een hotel of zo. Ja, klopt. Dus ik met een, met een team zit in het hotel in het van der Valk Hotel in Tilburg. Leuk. Ja, wat, wat, wat was het ook alweer? Uh, met een team. Uh, want je kan ook als team uh, winnen, toch? Ja, klopt. We gaan met een team van vier. Uh, van de jongens dan en dan ook vier meiden. Yeah. Uh, dus uh, Nederlands team van acht. En dan uh, speel ik met die vier gasten. Uh, dan kunnen we teamkampioen worden. Uh, we worden verdeeld in twee dubbels. Dus ik speel met een, uh, een van de andere gasten nog. En uh, singles. Dus uh, ik speel eigenlijk drie, uh, drie echte uh, toernooien. Ja, en uh, heren en dames is apart. Ja. Uh, is, dat, is dat omdat het zo fysiek is dat mannen nog in het voordeel zijn? Uh, ja, dat klopt. Uh, dat is eigenlijk gewoon verdeeld omdat uh, mannen qua uh, bouw soms uh, gewoon nog wat sterker zijn. En uh, daarom ook uh, iets meer kracht hebben in uh, sommige, sommige ja. delen. Dus uh, daarom hebben ze het toch nog gescheiden. Omdat uh, het anders gewoon soms niet eerlijk zou zijn. Nee, voor de precies. Vrouwen. Ja, nee, dit komt natuurlijk. Ik zat te denken, bij Bolen is vooral. Ik, ik heb in mijn hoofd dat dat net zo als, als, als darten een beetje een precisiesport is. Maar er komt natuurlijk, je hebt natuurlijk een hoop kracht in je arm nodig om die bal... Uh... Ja, dat ja. ook nog, ja. <laughs> dat is zo, ja. Dat speelt ook nog mee. <laughs> ja. Ja, en uh, denk je dat jullie een beetje kans maken? Zeker, ja, ik denk het wel. Uh, het is natuurlijk nu twee jaar geleden dat het uh, laatste EK-jeugd uh, is gespeeld. Dus er is heel veel veranderd bij ieder land. Uh, maar ik denk dat met het team waar we nu mee staan... Uh, ondanks dat er drie debutanten zijn, dat we wel een, een goede kans hebben, ja. Ja, want was jij een van de debutanten? Ja, ik ben een ja. van de debutanten, ja. Klopt, ja. Want in welke, welke leeftijdscategorie hebben we het over? Uh, onder de 18. Onder de 18? Ja, klopt. Maar er zijn uh, natuurlijk uh, aardig wat mensen afgevallen. Omdat het uh, natuurlijk nu dus het uh, eerste EK weer is sinds twee jaar. Ja, dus, dus, dus uh, iedereen die vorig jaar mee wou doen, die is inmiddels 19 geworden. Ja, precies. En die mag niet meer meedoen. Nee. Dus uh, die <laughs> vallen, de laatste jaar vallen allemaal af. Dus er uh, gaan heel veel debutanten mee, ook bij andere landen. Ja. Andere landen. Dus dat kan het wel interessant maken. Dat maakt het een beetje onvoorspelbaarder. Dus. Ja, precies. Ja, mooi. Mooi. En uh, nou ja, we, we, we zeiden al: door corona is het afgelopen jaar een beetje in het water gevallen. Ja. Uh, maar zijn er, zijn er in Tilburg uh, komend weekend nog, nog corona regels? Uh, ja. Uh, we, per speler mogen er, er maximaal twee mensen binnen uh, qua publiek. Uh, dus niet uh, nog vrienden of uh, andere familieleden. Nee. Dus dat mag helaas niet. Uh, voor de rest moeten we allemaal een, uh, of een negatief testbewijs laten zien of een vaccinatiebewijs. En uh, ja toch proberen buiten het sporten de anderhalf meter uh, toe te passen. Ja. Uh, dus we adviseren ook om na het bowlen gewoon uh, zoveel mogelijk uh, buiten de bowling uh, te zijn. En uh, dus uh, daar gaan we voor zorgen. Spannend. We ja, praten zo verder. We gaan eerst even luisteren naar uh, Afraid of the Dark van Chef Special. Ik praat verder met Milan Scheffer. Nederlands bowlingtalent uitleiden. Uh, doet vanaf zondag was het hè? Begint het EK ja. onder de 18 ja. in Tilburg. Maar uh, even terug naar, naar dat afgelopen coronajaar. Ja. Want we hadden eerst al een, een lockdown gehad. En toen mocht alles weer een beetje. Toen ging het toch weer, uh, toch alles weer dicht. Hoe, hoe blijf je dan in vorm? Um, ja, dat was heel moeilijk. Uh, ik heb uh, geprobeerd uh, thuis nog wat te trainen. Uh, ja, maar voor... je zal geen, geen bowlingbaan in de achtertuin nee, hebben precies, liggen. Nee, precies. Dat is een moeilijke. Uh, nee, wat ik heb gedaan is dat ik heb een matras thuis neergelegd En ik heb er bepaalde oefeningen voor gedaan. Uh, wat ook hielp. Natuurlijk lang niet zoveel als dat je op een bowlingbaan doet. Maar uh, ik uh, moest even roeien met de riemen in Ja, dan dus, doe je gewoon uh, wat lichaamsoefeningen, wat krachttraining. Ja, precies, wat, uh, wat gewoon te maken heeft met de bowlingtechniek. En uh, nou ja, zo gauw dat uh, weer, we weer op de bowlingbaan mochten trainen, heb ben ik dat eigenlijk gelijk gaan doen. Ja, want welke spieren heb je vooral nodig bij het bowlen? Ik denk aan je, je arm en misschien ook iets in je benen. Ja, klopt, je benen heel erg, omdat je daar, uh, daar gewoon eigenlijk continu doorheen moet. En uh, je ja, armen ook gewoon. Het is uh, wel ook grotendeels zwaartekracht. Maar uh, je het zeker om uh, fysiek goed in staat te zijn. Ja. Ja, zeker. En dan, uh, in het uh, to, 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 to was genoeg om, om Nederlands kampioen te worden. Ja, klopt ja. Ja, zeker. Ik had er uh, heel erg naartoe gewerkt. Ook uh, qua gewoon het sporten en alles. Dus, uh, Wanneer was, was dat? Uh, in september vorig jaar. September vorig jaar ja, nog. Ja. ja. Toen werd ik Nederlands kampioen. Dus het was een mooie beloning voor alles. Ja, zeker. En toen heb je daarna nog. is er, is er, is er weer vrij weinig, uh, vrij weinig gespeeld, denk ik. Ja, klopt. Ik heb een paar trainingen gehad nog. Maar uh, daarna ging het eigenlijk dus weer, uh, weer de slechte kant op. En ging het op een gegeven moment weer dicht. Dus alle toernooien werden weer gecanceld. En nu uh, sinds uh, een paar maandjes of iets. dan mogen we met het uh, Nederlands team trainen. En uh, dat is eigenlijk het enige wat ik heb gedaan in al die tijd. Dus het eerstvolgende toernooi is dus echt EK voor mij. Ja, je hebt helemaal niks meer. Uh, geen, geen wedstrijden meer gespeeld? Nee, echt helemaal niks. Jongen... Dus dat, dat, dat wordt ook voor jou een beetje een verrassing waar je staat. Ja precies. Uh, dat is het ook gewoon dit EK. Dat zegt ook iedereen. Van uh, je weet echt niet waar je staat op het moment. Dus uh, na het EK weet je precies waar je in Europa ja. staat. Dus dat is wel, uh, wel mooi om te zien. Ja, want eigenlijk weet je natuurlijk ook de concurrentie heeft geen idee waar, waar zij staan. Nee klopt nee, want er zijn gewoon door heel Europa zijn er geen toernooien geweest. Dus sommige landen mochten wel doortrainen, maar ja geen toernooien. Dus ja daar heb je. Dat niet schiet niet van. op. Nee, nee. precies. Nee, ja, dat schiet vast wel op, maar je kan niet meten hoeveel. Nee, je weet niet waar je staat. Dus uh, dat uh, wordt na dit EK weer duidelijk. Ja, spannend. Ja. Spannend. Uh, is, er, is er een beetje... Je zit hier nu in de studio. Maar uh, is, er, is er een beetje media-aandacht voor, uh, voor het bolen? Uh, is er wel. Uh, niet... Uh... Niet heel veel. Dus al niet dagelijks de NMS-camera's voor je. Nee, neus precies. Nee, nee, dat niet. Ik, uh, ik heb wel eens uh, een paar dingetjes meegemaakt. Het is vooral uh, in Amerika is het veel groter, het bolen. Dus het uh, wordt wel uitgezonden, alleen dus uh, via Amerikaanse televisie. En uh, dat is wel te bekijken, alleen dat is voor ons meestal s'nachts. Uh, dus vandaar dat er niet heel veel naar gekeken wordt. Nee. Uh, maar ik, en dat uh, is ik... dan ook de Amerikaanse competitie, neem ik aan. Ja, precies. Ja, zeker. Dus uh, dat wel. Maar uh, ik hoop dat over een tijdje dat het, uh, dat het wel online komt. Ja, want als wij dat EK nou willen volgen. Vanaf ja. komend weekend. Dan ja. uh, kan dat dan? Ja, zeker. Er zijn livestreams. Uh, dus uh, die, dat kan vanaf uh, aankomende zondag om 9 uur beginnen. Dus dan kun je gewoon een, uh, een week lang voor een uh, livestream volgen op uh, YouTube. Kijk, in de ochtend of in de avond? 9 uur? Uh, ochtend. ochtend. Ja, in de ochtend. Zijn de, ja, ik, ik, als ik bol, dan bol ik in de avond. Dus dat, uh... Ja, dat snap ik. Nee, dat... Wij, wij beginnen in de ochtend. Ja. en dan, uh, dan staat het onder de EJC uh, van, uh, van Tilburg. Dus... Ja. European Youth, Youth Championship. Championship. Yes. Kijk, spannend. Ja. En het duurt een week, zei je. Ja, één week. Ja. Is het dan nog met een knockout competitie dat je, als je pech hebt, al eerder klaar bent? Of speel je gewoon de hele week? Uh, nee, dat is inderdaad zo. Uh, ik heb uh, één dag ben ik vrij, dan spelen alleen de dames. Maar voor de rest uh, speel ik dus. Uh, je speelt sowieso voor alles voorronden, alleen uh, ja, als je het niet uh, genoeg punten hebt, dan uh, red je de finales niet. En dan uh, kan je dus soms een middag niet spelen, of soms dat je nog een dag laat alleen de finales zijn. Dat is meestal het einde van de week, zijn dan alleen de finales. Ja. Als je die niet gehaald hebt, dan, uh, ja, dan speel je niet, dan moet je kijken. Nee, precies. Ja, ook leuk. Ja, dat vind ik ook leuk hoor, maar ik wil er liefst zelf staan. Ja. Dus. <laughs> dat begrijp ik. Dat begrijp ik. En dan zijn er dus finales op het individueel en uh, als team. En als dubbel nog. En als dubbel, ja. oh ja. Klopt. 1, 2 en 4. Ja. ja. Klopt. Ja. Nou, leuk dat je er was. Helemaal goed. Ik wil je heel veel succes wensen. Dankjewel, gaat goed. Komen. En uh, we spreken elkaar binnenkort vast nog een keer. Als okay. jij hier met je, wellicht met je Europese medaille staat. Wie weet, <laughs> ik hoop het. <laughs> Milan Scheffer, komende zondag begint het EK Bolen onder de 18 in Tilburg. En we gaan het allemaal volgen op YouTube. Dankjewel dat je er was. Yes, dankjewel.